En terwijl je dat doet, luister je naar datgene waarom Wouter elke vrijdagochtend op de radio te horen is, te weten. Kink op de week. Vladimir Poetin dreigt kernwapens te gebruiken en ik weet niet goed of ik er nou bang van ben of niet. Met de staat waarin het meeste materieel van het Russisch leger verkeert, is het een wonder als zo'n raket goed en wel de lanceerinstallatie uitkomt. Laat staan dat hij helemaal tot hier komt. En de vraag is sowieso of hij het echt gaat doen natuurlijk, hè. Zijn dreigementen zijn als de beloftes van het bedrijf dat de isolatie van mijn huis doet. In de praktijk komt er niks van terecht. Maar een flinke kernoorlog die al het menselijk leven op aarde stopt, het zou wel lekker opruimen, hoor. De aarde probeerde de mensen al met corona uit te schakelen, maar nee hoor, wij moesten zo nodig vaccins uitvinden. De enige geruststelling voor de aarde is dat wij in Nederland de afgelopen 2,5 jaar helemaal niks hebben geleerd van de coronacrisis en nu weer net zo staan te klungelen als in het begin. Over klungelen gesproken. Hallo Thierry van Aartsen. Thierry van Aartsen is de campagneleider van de VVD. Sorry, dat spreek ik verkeerd uit. De campagneleider van de VVD. VVD'ers hebben vaak een hete aardappel in hun keel. Thierry ziet eruit als die aardappel. Met de gelukzalige blik van een baby die zojuist zijn luier heeft volgescheten. Hij is 32 jaar, maar hij ziet eruit als een man van minimale dubbele. Zowel qua leeftijd als BMI. En het is zo ironisch dat Alanis Morissette het niet had kunnen bedenken. Een rechtsconservatieve boomer die leeft in het verkeerde lichaam. Hij heeft ook een hele niet overtuigende comb over. En de paar overgebleven haren die hij van links naar extreem rechts kampt, zie je gewoon denken, dit gelooft toch niemand, jongens. Thierry postte eerder deze week een filmpje waarin hij sprak over de statushouders in Utrecht die hun baan zouden hebben opgezegd nadat ze een huurhuis kregen toegewezen. En dit verhaal stond in het Financieel Dagblad en werd later groter opgeblazen door het Algemeen Dagblad. De krant voor mensen die zich te goed voelen voor de Telegraaf. Wat bleek, het ging niet om tienduizenden statushouders, maar om 3. En de baan die ze opzegden was een zomerbaantje bij een fastfoodbedrijf. En het opzeggen van die baan zei veel meer over de arbeidsomstandigheden en de regelgeving waar statushouders mee te maken hebben dan over de statushouders zelf. Maar ja, toen had Thierry al een filmpje de wereld in geslingerd dat neerkwam op de verbazingwekkende paradox waar we dit soort types aan de ene kant vinden dat buitenlanders alle banen inpikken, maar ook vinden dat buitenlanders moeten werken. Dat is in de praktijk vaak onmogelijk, omdat er aan allerlei eisen moet worden voldaan. Bijvoorbeeld het verplicht volgen van taalkursussen, maar ook omdat buitenlandse papieren niet worden erkend. Waardoor hoogopgeleide mensen hier ver onder hun niveau werken. Precies omgekeerd eigenlijk van wat Thierry doet. En volgens Thierry leer je sneller Nederlands in de bedrijfskantine dan in een klaslokaal. Als je Thierry ziet, verwacht je dan ook een professor in de Nederlandistiek. De man is de dikke Van Dalen. De lokale VVD in Utrecht heeft inmiddels toegegeven dat het debat was gevoerd op basis van foutieve informatie. En het wachten is nu op de rectificatie van Thierry. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik vrees dat we nog veel verder af gaan glijden eigenlijk. Dus Vladimir, als je een bom hebt, laat maar vallen, want het komt er toch wel van. Het geeft niet of je rent.